Taco Gamers, Lars hier. Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Sapphire, hier op Vaku Games. En jongens, in de vorige aflevering hebben wij een kerncentrale in Mobile City gered. Gek genoeg is die niet ontploft, er is helemaal geen grote beam geweest. Het enige probleem wat we nu nog hebben, is dat ik vanaf dit punt geen idee meer heb welke kant ons avontuur op gaat. Ik weet dat we naar het oosten moeten varen, maar wat er verder allemaal gebeurt, welke gyms we nog tegenkomen, welke uitdagingen ons nog te wachten staan, ik heb werkelijk waar geen flauw idee meer. Als jullie me willen helpen met dit soort dingen, laat het weten in de reacties. Zou ik super tof voor jullie vinden. En wij gaan gewoon maar varen. Ik denk dat dat het slimste is om te doen. Let's go richting het oosten. Go east. Zelfs als er geen boot is, kan je rivieren en de zee oversteken als je een Pokémon hebt die surf heeft. Hey, maar dat hebben we. Mogen we jou eens even verslaan. Jij hebt een Manec Trick. Call it. Kijk wat hij heeft. Of dat ik ook echt gelijk heb. Zullen we weer een Voltorb hebben? Magnemite, nee, oké. Okay. Sorry, ik moet ook echt gewoon stoppen met doen alsof ik dingen weet. Ik zei toch, ik weet helemaal niks meer vanaf hier. Magnetpool, oh, gaan we dat weer krijgen. Confusion. Hoppakee. Gelukkig zijn deze Pokémon een heel stuk minder sterk. En de Critical Hit eroverheen. Zorg ervoor dat Magnemite sterft. Sterf, Magnemite, sterf. Volgende. Whismur. Laten we gewoon maar Curlia houden. Zeg wel slim. Curlia kan wat experience gebruiken. Confusion. Maar zeker met dit soort zwakke Pokémon moeten we daar gewoon van profiteren. Dat onze zwakkere Pokémon ook de zwakkere Pokémon uitschakelen. Niet dat ik dan zometeen zwakke Pokémon tegen sterke Pokémon zet en mijn sterke Pokémon tegen zwakke. Je snapt het. We moeten gewoon zorgen dat deze Pokémon experience krijgen. Zodat ze veranderen in ware strijdbeesten. Strijdbeesten des doods. Ja, dat dus. Oh, hij is confused. Nice. Kom op, Magnemite, pleeg zelfmoord. Klinkt een beetje grof, maar dat is wel wat ik hem toewens. Hey, doe het zelf. Na. Volgende, Confusion. Op je bakkes, bitch. Nou, Curlia. Hij heeft het keurig netjes gedaan. 3 Pokémon dood, 0 damage. Lekker bezig, Curlia. Zie je wel dat het trainen echt loont. We kunnen nu makkelijker Pokémon verslaan. We kunnen ook hem nog even pakken. Laten we ook hem ook even pakken. Voor vissers is uitrusting de sleutel. Ah ja. Sure. En het juiste aas. Valt aas onder de uitrusting? Ik vind het eigenlijk van wel. 1 ding, Carvana. Oh, dat gaat er niet worden met Curlia. Want Carvana is ook een dark type. Dus daar moeten we een andere Pokémon voor inzetten. Wie is daar slim tegen? Lombre. Lombre heeft natuurlijk nog Absorb. En daar is hij best wel zwak tegen. Want watertype. En dan krijgt Lombre ook meteen een leveltje erbij. Slim. Kom op. Absorb. Kom maar op. Bam, bam, badam, badam, badam. Erop en erover. Sterf, Carvana. Lombre 159 en level 26. Oh yeah. Rampapam, rampapam. Zie je, ze komen ze vanzelf dichter bij Combusken. Laten we eens even kijken. Welke Pokémon moeten we nog echt trainen? Aaron moet sowieso nog een leveltje omhoog. Oh, en Curlia ook. Ze zijn allebei level 25. Zigzagoon heeft weer een item, jongens. Super Potion. Zigzagoon, je bent lekker bezig, jongen. Zigzagoon heeft nou al meerdere Super Potions gevonden. Dat wordt zeggen we dit. Waar gaan we nu heen? Waar komen we nou weer uit? Hé, hey, de overkant van het water. Oh god, nee. Zien jullie wie ik zie? Een goede hengel is echt goed. Ben je het mee eens? Ja, zeker. Zeker. Absoluut. Neem deze... Oh, ik heb een hengel. Oh, leuk. Buk maar even voorover. Dan stop ik die hengel in je... Whatever. Zullen we weer een interview doen? Ik doe gewoon weer een interview. Hé, hey, mijn Vakenhof. Herinner je ons nog voor de eerste keer? Ja, zeker. Oké, okay, Q interview. En we slopen ze gewoon. Dat is wat we doen. Dat is onze interviewtactiek. We slopen ze alles. Magnemite en Loudred. Oh shit, hij is geëvolueerd. Gevaarlijke jongen. Oké, okay, dan moeten wij gaan proberen om die Loudred zo snel mogelijk uit te schakelen. Surf. Dan raken we tenminste alles. Loudred als eerste. En dan een surf van Lombre eroverheen. Uproar. Oh, die gaat wel pijn doen. Die gaat pijn doen. Lombre, kom op, surf. Verzuip dat beest. Ik doe dat best wel wat damage. Loudred is making an uproar. Confusion. Nee, niet op hem. Confusion op Lombre. Nee. Curlia, Confusion. Lombre. En surf over die andere. Kom op. Nou, deze keer op Lombre. Dat is wel fijn. Want kon Curlia de volgende beurt nog aanvallen. Surf. En dan kost het mij geen revive. Revive is een duur. Dat was Loudred. Dag Loudred.
experience voor allebei. Confusion op Magnum Heart, Surf. En dan hebben we gewonnen. Lekker bezig. Wat voor zullen we deze keer als antwoord op het interviewvraag stellen? Want ze gaan natuurlijk weer vragen. Ze gaan natuurlijk weer vragen wat ik van dit gevecht vond. Jongens, laten jullie eens eventjes in één woord achter wat jullie van deze serie vinden. Niet van deze aflevering of van dit gevecht, maar van deze serie, van Pokémon Sapphire. Laat maar eens eventjes weten. Eén woord. Dat is alles. Niet andere woorden erbij. Eentje. Dan ga ik ondertussen ook eventjes proberen. Boring. Herinner je het nog? Dat was de quote die ons de vorige keer gaf. Ja. Wat, wil je nog een keer geïnterviewd worden? Ja, natuurlijk. Het gevecht. Het gevoel over ons gevecht. Ja, het gevoel. Gevoel, feelings. Ja, ik ben een beetje teleurgesteld in ze. Ik ben een beetje teleurgesteld. Disappointed. Ja, dat is de perfecte clincher. Absoluut. Dok nou maar op. Ik ben een beetje teleurgesteld door jullie. Volgende keer met sterkere Pokémon komen, please. Even kijken. Super Potions. Eentje voor Curlia. En dan ook eentje voor Lombrain natuurlijk. Dat hebben ze echt nodig, die twee. Die moeten we nog eventjes trainen. Paralyzed Heal eroverheen. Nee, niet op Lombrain. Lombrain is toch niet paralyzed, man. Curlia is paralyzed. Die moet geheeld worden. Let's go. Uh-oh. Levensgevaarlijke visser. Met hele gevaarlijke waterpokémon. Vast een tentacool of zo. I don't know. Carvana. Kunnen we Curlia weer terugtrekken? Van dark type. Gaat hem niet worden. Pokémon, kom terug. Lombrae. Dit lukte net ook heel goed. Dus dat kan Lombrae nog een keer. Lombrae is een tijger. Als hij maar lekker focus energy blijft doen. Zou op zich wel zeggen we dit worden. Absorb. Wat? Dat was een critical hit crunch. Doe even niet zo gevaarlijk, Carvana. Gelukkig kunnen we healen met Absorb. Rage, dat doet in het begin bijna niks. Een critical hit, dat was een critical hit. Nou, vooruit. Absorb. Heal die schade weer terug. En dan kijken we wat de volgende Pokémon is. Misschien dat we die dan ook helemaal leeg kunnen trekken. Dan hebben we in ieder geval onze health weer vol. Nou, dat had ik eigenlijk beter kunnen gebruiken in plaats van een potion. Wat gaan we nu krijgen? Carvana nog een keertje. Nou, houden we gewoon lekker Lombrae in het gevecht. Kom op, Lombrae, zuig die Carvana leeg. Zuig hem helemaal te moeder, Lombrae. Echt waar. Param, pam, pam, para, para, param. Nog een keertje. Rage is building. Dan wordt Rage een stukje sterker. Oeh, eng gezicht. Boos. Hij kijkt heel boos. Daar wordt Lombrae heel traag van. Maar gelukkig mocht Lombrae al aanvallen. Camera. Zuig hem leeg en hieuw. Dat is wat je moet doen. Hey, Lombrae. Proost op jouw overwinning. Lekker hoor. Lombrae omhoog. Rappapam, rappapam, rappapam. Bijna level 27. Het gaat echt geweldig. Let's go door. En we hebben weer. Hey Steven. Jij bent de trainer die ik ontmoet heb in Juford. Klopt, dat is alweer een hele tijd terug. We zijn bij Vaco. Ik herinner het me nog. In deze grote wereld zijn er heel veel verschillende soorten Pokémon. Ze komen in allerlei types. Voed jij verschillende soorten op of kies je alleen maar Pokémon van één type? Waarom zou je dat doen? Waarom zou ik dat doen? Waarom zou ik maar... Oké, doei! Waarom zou ik maar één soort Pokémon pakken? Dan ben ik dus echt zwak tegen alles. Oh, trouwens, er lopen hier mijn Nectric rond. Dat je het even weet. Dat ik niet op mijn kop krijg en dat ik hier niet in mijn Nectric gevangen heb. Zigzagoon's pick-up. Confusion. Want ik wil natuurlijk wel mijn eigen Pokémon trainen. En Pokémon die je zelf opvoedt, is uiteraard een heel stuk sterker dan Pokémon die je random in het wild gevangen hebt. Ja, tenzij je het hebt over een Pokémon van level 20 en een Pokémon van level 80 in het wild of zo. Die er helemaal niet zijn, maar die zijn dan wel sterker. Maar deze Pokémon zijn gewoon zwak. Zwak en traag. Als oude stront dat je door een buis probeert te douwen. Dat werkt ook niet. Mijn Pokémon... Oh, hij vliegt Pokémon. Oh, gevaarlijke jongen. Dan confusen we ze gewoon helemaal uit de lucht. Ah, zijn Canarie is weggevlogen. Birdkeeper Perry, send out Wingull. Je ziet, dit zijn dus gewoon de trainershallen. Dit zijn niet eens de gymleaders. Dus we moeten echt gaan trainen. We moeten ze omhoog krijgen. Klinkt heel kinky, maar zo bedoel ik het niet. Kom op. Confusion. De op en erover. Supersonic werkt niet. Curlia Confusion. Dat zou Curlia level 26 moeten worden. Dat zou heel fijn zijn. Yes. Weer een leveltje erbij. Curlia is trying to learn Psychic. Oh, Curlia, je bent geweldig.
Psychic. Welke zullen we daarvoor pakken? Dubbelteam. Confusion kan ik af en toe nog wel gebruiken. Dubbelteam gebruik ik toch nooit. Ik heb nog nooit dubbelteam gebruikt, as far as I know. Ik wil namelijk alleen maar aanvallen die ook echt schade doen. En de Confusion, die kan ik 25 keer gebruiken. Die andere veel minder. Nice. Wat ligt hier allemaal nog te vinden? En dan weer. Route 123. Oh. Hé, hey, kijk, marsboompjes. Maar wat is hier boven nog te doen? Voordat ik helemaal die kant op ren. Kijk, sowieso een item. Oh. Ik wou zeggen, sowieso een item. Hij heeft ook al vliegpokémon. Waarom heeft iedereen die vliegpokémon? Je weet dat die niet zo sterk zijn, hè? Birdkeeper Chester. Laten we Psychic gaan uitproberen, jongens. Op Telo. Telo, je bent even de lul. Psychic. Je gaat me nu niet bewijzen waarom dubbelteam eigenlijk in mijn aanvalscategorie had gemoeten, hè? Oh, goed zo. Psychic. Hoppa, one hit knockout. Curlia, jij baas. Swallow. Dan komen we nou wel sterkere Pokémon tegen. Wing Attack, die gaat best wel oud doen. Psychic eroverheen. Dat wordt niet de helft. Oh, wel de helft. Focus Energy. We gaan een Swallow afmaken in 2 beurten. En Curly heeft het helemaal overleefd. Man, dat beest wordt steeds sterker en sterker. We moeten wel eventjes healen. 900 experience. Hoppakee. Dat zien we nou graag. Gewoon lekker veel experience op 1 Pokémon. Tas, waarom een Super Potion? Dan doe maar. Super Potion, dank u. Healen. En dan kunnen we nog eventjes rechts dat item gaan kijken. Ik denk dat het een Ultra Ball is. Een Hype. Hyper Potion. Oh yeah, die zijn nog sterker dan Super Potions. Healen 200 experience of HP. Wat is hier? Huh? Wat is dit? Nee, nee, geen gol. Wat is dit? Citrusberries. Citrusberries zijn zeer nuttig. Die healen 30 HP. En de Pokémon kan ze zelf gebruiken. Misschien is dat wel slim om een van de Pokémon een Citrusberry te geven. Komt u maar, welke hebben we allemaal? Want we hebben in het begin heel veel besjes gebruikt, later niet echt heel veel meer. Citrusberry, give. Welke kan er eentje gebruiken? Curdia kan er eentje gebruiken. Welke hebben we er meer? Lombreak krijgt van mijn besje. En Aaron denk ik ook, hè? Dan hebben we er nog eentje over. Hoppakee. Lekker. Efficiënt. Hoppa. Hoeven we tenminste niet elke keer met die potions te blijven gooien. We hoeven niet elke keer met die potions te blijven gooien. Behalve als we wilde Pokémon tegenkomen. Hey, Electrike. Sterf. Misschien is het wel familie van mijn Electrike. Dat weet je niet. We zullen er ook nooit achter komen. Want Electrike gaat dood. Oh, wauw. Hij overleeft het ook nog. Wat een held. Electrike Attack Rose. Confusion. Zie je, voor dit soort dingen is dus ook heel nuttig. Confusion. Nog even een klein beetje extra damage. Dan hoeven we daar niet een extra Psychic aan te verneuken. Een Psychic hebben we niet zo vaak, dus die moeten we een beetje voorzichtig mee zijn. Waar moeten wij? Naar het oosten of hier naartoe? Ga gewoon hier naartoe, kan mij schelen. Hé, hey, Sma. Je kan hier niet fietsen. Nee, dat was ik ook helemaal niet van plan. Ga gewoon lopen, zo slimmer. Een Oddish. Go, Curlia. Die hebben we nog nooit gezien. Dat is een nieuwe Pokémon. Confusion. Ik kan er tussen thee drinken, terwijl Oddish afgemaakt wordt door Curlia. Poison powder. Na, 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 na. Lekker gemist. Confusion eroverheen, Curlia. Ah, als dit zo doorgaat, is Curlia de tweede Pokémon die level 30 gaat halen, jongens. Gaat best wel vlot zo. Hé, wat ben je aan het... Waarom dat? The Mimic Circle was formed by people who like to mimic. Doet hij dan hetzelfde als wat ik doe, of zo? The Mimic Circle. Klinkt als een enorme circle jerk. Ninjask. Hij kan helemaal niet dezelfde aanvallen doen. Oh, hij heeft speed boost. Die moeten we zo snel mogelijk uitschakelen. Voordat hij niet te stoppen is. Go Ninjask. Psychic eroverheen. Gelukkig over de helft. Speed boost, kill it. Maar dat heb ik ook. Want ik heb natuurlijk mijn Trace. Dus ik heb ook speed boost. Sword Dance wordt hem niet. Maar dan kan hij niet meer aanvallen. Aangezien ik gewoon Psychic kan gebruiken. Dag Ninjask. Niet zo slim, jongen. Ninjask is ook een beetje dom. Dan natuurlijk gisteren de Magnemites, die niet zo heel erg intelligent waren. Maar deze trainer is ook niet de meest slimme van de klas. Level 27. Laten we gewoon een andere Pokémon bovenaan zetten. Bijvoorbeeld Aaron, want die moet ook nog een leveltje hoger. Zie je wel, zo komen ze vanzelf in de buurt van Combusken, jongens. Komt helemaal goed. Hé, hey, een item. Super Repel. Oh, de tas is vol. Ah.
Dan moeten we even wat anders eruit gooien. Wat gaan we droppen? HP up. Die kunnen we wel gebruiken. Die kan op een Pokémon. Welke Pokémon kan meer HP gebruiken? Aaron. Aaron's HP was raised. Mooi man. Geef me de Super Repeller maar. Dank u. En zo te zien staan we weer naast zo'n gastje. Je weet niet wie ik ben, hè? Nee, natuurlijk weet ik niet wie ik ben. Ik sta in het gras en ik zie hem in je hoofd. Wie ben jij? Waarschijnlijk net zo zwakkeling als je broer. Bugcatcher Greg met een Volbeat. Takedown. Signal Beam? Oh, valt mee. Dat is een bugaanval natuurlijk, hè? Aaron, kom op. Doe beter je best. Die Volbeat heeft een signaalbeam gebruikt. Je weet waar die zit. Kijk waar die signaalbeam vandaan komt. En ram het. Hit with recoil. Drop en erover. Op zijn bakkes. Nou, nog maar een klein tikkeltje. Hey, dat is het bestje. Let up. Gonna heal. 55 HP erbij. Metal Claw. Quick Attack doet uiteraard bijna niks. Zo is mijn HP weer bijna vol. En Volbeat is dood. Dubbele punten voor de Vaco. En ook voor Aaron. Aaron krijgt ook punten. Oké, vooruit. Illumise. Of Illumise, hoe je hem noemen wil. Takedown. Maanlicht. Ja, dat heeft niet zoveel nut. Je bent vol HP. Dat is weer zo'n heal aanval. Dus eigenlijk moet ik Illumise zo snel mogelijk dood krijgen. Voordat hij Moonlight gebruikt. Ik wilde het net zeggen. Het is overdag, maar hij gebruikt gewoon de maan. Het is trouwens best mogelijk. Je kan ook overdag de maan zien. Moet eens een keer goed kijken. Heel veel mensen denken dat de maan alleen maar 's nachts aan de hemel staat, maar overdag staat hij er ook. Dit gaan we even anders doen. Dit blijven we anders mee bezig. Dit schiet niet op, hè. Aaron, kom maar terug. Of doe je takedown nog maar eventjes en kom dan terug. Want zo maken we onszelf natuurlijk alleen maar dood. Manectric. Manectric kan dit. Proost op Manectric. Let maar op, hij kan dit. Quick Attack. Kunnen we eindelijk onze Thunderbolt eens een keertje uitproberen? Best een sterke aanval volgens mij. Hier, Illumise dood. Illumise, ik weet nog steeds niet hoe je het beest uitspreekt. Illumise, het is in ieder geval dood. Mors en Mors dood. Je moet nieuwe Pokémon vangen, dude. Je Pokémon hebben het niet overleefd. Aaron wel, dus die moeten we. Kunnen we niet nog één normale potion of zo? Nee, helaas niet. Nou, dan maar een super potion. We hebben toch geld zat, dus ik hoop binnenkort weer een nieuwe. Zullen we nog één trainer doen? Ik zie hier namelijk nog een andere dude staan. Kom weer. Kom maar op. Mijn bug-Pokémon zullen je gezelschap houden. Ik hoef geen gezelschap van insecten, maat. Ik haat insecten. Wurmple. Go, Aaron. Takedown. Ram die worm. Drusselhol in. Dat werkt niet. Probeer het dan ook gewoon niet. Geef het meteen op. Dat werkt niet, jongens. Een tackle tegen Aaron. Daar is Aaron veel te hard voor. Gaat Aaron level 26 worden? Ik denk het wel. Beautyfly. Die kan best gevaarlijk worden. Beautyfly kan namelijk Psychic aanvallen. En Mega Drain, natuurlijk. Linker Toco. Oh, valt me nog mee, weet je dat? Ik had het veel erger verwacht. Doe nog een keer proberen. Stuntspoor. Als we hier doorheen kunnen breken, dan hebben we in ieder geval lekker veel XP voor Aaron. Takedown eroverheen. Got it. Dan ga ik hem snel healen. Want ik wil de experience op Aaron hebben. Misschien dat ik ook maar eens een keer die XP share moet gaan gebruiken. Op zich best handig om te hebben. Heb ik die niet aan een Pokémon gegeven? Een tijdje terug? Ik weet niet eens meer. Go kill it. Takedown. Als het hem tenminste lukt. Want het zal niks verbazen dat hij geparalyzed is. Kom op. Critical hits, come on. Oeh, close. We trekken hem terug. Dan heeft hij sowieso de experience. Mijn neckshot mag het afmaken. Go for it. Morning sun. Oh, jongens, kap er nou mee. Niet healen, dat is vals spelen. Dat mag alleen ik. Thunderbolt. Rooster die vlinder. Juist. Ik ben bezig met Netrick. Aaron doet level 26. Oh, mijn Pokémon worden vanzelf sterker.
Bugmaniac Donald gebruikt Silcoon. Oké, dan houden we lekker bij mijn Electric. Om de boel af te maken, lekker makkelijk. Thunderbolt eroverheen. Dat beest zal toch niks nuttigs kunnen. En nou helemaal niet, want hij is dood. Ah, Critical Hit er ook nog eens eroverheen. Lekker voor je. Neem die maar lekker, Donald. Donald Trump? I wish we never met. Nee. Had ik met Donald Trump ook. Precies dezelfde gedachte. Super Potion voor Aaron. Een Paralyze Heal eroverheen natuurlijk. Zodat we de volgende aflevering weer helemaal fris en fruitig kunnen beginnen. En zoals je kan zien, jongens, het komt vanzelf goed met mijn Pokémon. Ze gaan allebei allemaal langzaam richting hetzelfde level als Combusken. Combusken gaat ook bijna evolueren natuurlijk in een Blaziken. En dan hebben we best alweer hele sterke Pokémon. Maar voor nu wil ik jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Ik wil jullie natuurlijk ook ontzettend bedanken voor het liken van deze video. En als je nog niet geabonneerd bent op Faku Games, raad ik je aan het eventjes te doen. Er staat een abonneerknopje daar beneden. Als je erop klikt, krijg je automatisch alle video's. En wat ook misschien wel handig is, is dat je dan even op dat belletje klikt. Dan krijg je ze namelijk 100%. Tenminste, als YouTube een beetje meewerkt. Ik wil jullie nu bedanken voor het kijken, bedankt voor het liken. En hopelijk tot morgen bij de volgende aflevering van Pokémon Sapphire. Hier op Faku Games. Mazzel!